dit is normaal gesproken mijn wc-matje. Uw vrienden, zoals jullie zien, het past. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag. Ja, en de hoeveelste de week niet eens. Oei, oei, oei. De 29e en we leven alweer om 14:40. Ik ga proberen om straks weer eens eventjes naar buiten toe te gaan met mijn hondjes. Want het heeft sowieso heeft het geregend, maar het is nou op het moment droog. Ik hoop dat het zo mag blijven. Het is ja grijs, grauw en triest. En zoals jullie zien, het waait stevig en dit is dan in de luwte. Dus laat staan op de vlakte. En een duifje boven op de lantaarnpaal. Wat lief. En hier heb ik nog twee lieve diertjes. Hé? Ja nou. Ja. Twee lieve schattige, lieve, tallige meisjes. Ja. Dus ja, daar ga ik even mee lopen en ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle middag en ik neem jullie er gezellig in mee. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. Dit is normaal gesproken mijn wc-matje, maar deze, die ronding, die is eigenlijk te klein. Mijn poot van mijn wc is breder. Ja, dat scheelt. Ongeveer aan weerskanten dat gedeelte. Maar ik had een loper gekocht voor eigenlijk deze gaten weg te werken. Maar dat is van dat anti-slip. En met mijn stoel kennen we wel overheen, maar dat rijdt heel zwaar. Nou ja, wat heb ik gedaan? Ik heb een nieuw wc-matje geknipt. En nou dit groter gemaakt, dat heb ik veel groter gemaakt. Dus we gaan het zo meteen eens eventjes passen. Kijken of die erin past. Lijkt wel een slabbetje. Zie ik nou pas. Maar in ieder geval, ik ga hem erin passen. En dan hopen dat die gelijk goed is. Want ik heb wel de maat genomen met dat kleedje. Ik had het even omgespeld wat er nog af moest. Dus ja, we zullen het beleven. En ik heb hem ook zo'n beetje langer gemaakt. Maar ja, dat valt ook wat te zien, hè? Ja. En dus ja, dat valt te zien. Nou, oké, lieve vrienden. Ik ga het even proberen. Kijken wat hij doet. En legt hij goed, dan laat ik het jullie zien. En dan moet ik nog meer knippen. Lieve vrienden, zoals jullie zien, het past keurig netjes om mijn wc-pot heen. Ja, ik heb een hoge troon en die hebben ook meestal bredere poten. Sokkels, hoe noem je dat? Ja, ik weet het even niet. Maar ik vind het keurig staan. Ik ben er blij mee. En zo heb ik nog wat gedaan. Want natuurlijk hou je spullen over wat je weg kan gooien. Nou ja, dat vind ik zonde aan de ene kant. En mijn engeltjes, staan nou op een hoofdvies, dat plateautje maakte krasjes op mijn op mijn eettafel. Nou, dat wil je niet hebben. Dus ja, heb ik er een dingetje eronder geplakt. Nou moet het drogen vanzelf. Ja, dat komt helemaal goed, mag ik hopen. Dat kan die, als het droog is, weer hier neergezet worden. Het kwam hieruit. Uit dit dingetje. Nou ja, voilà. Ik heb er even omheen getekend met mijn pen en eruit geknipt. Dus ja, het komt helemaal goed. En dan heb ik dat nog over. Maar wie weet, heb ik nog wel eens wat, hè? Ja, je weet het niet. Ik moet nou eerst weer hier de troep opruimen. En de boel weer eventjes fatsoenlijk neerzetten. En een bak koffie gaan doen. Ja, ik geloof dat ik dat maar eens ga doen. Dus mijn meisjes die zijn lief. Nee, bah, mag je niet. Die zijn verder lief. Dus komt ook alleen maar goed. En ik zal zo meteen gaan renderen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne. Ja, hoe laat leven, weet ik niet.
Nou ja, het is een namiddag. Ja, namiddag, dus een hele fijne namiddag nog. En tot later.